Goedemorgen, iedereen die kijkt. Ik weet niet of jullie het nieuws volgen. En eigenlijk is dat iets wat mensen met mate zouden moeten doen. Ik wil niet zeggen dat je verslaafd moet zijn aan nieuws, want dat ben ik zelf ook niet. En dat kan ik niet eens met mijn mentale gesteldheid. Ik denk alleen dat als de Tweede Kamer zo discussieert zoals ze nu aan het doen zijn, dat we dan echt nog 5 jaar in crisis zitten of zo. Meer dan 5 jaar, meer dan 7 jaar. En dan de ellende, de bestuurlijke ellende die komt om het daarna op te ruimen. Dus ik zie voorlopig de situatie zoals die nu is in Nederland niet veranderen of verbeteren. Dat vrees ik. En om eerlijk te zijn, zit me dat niet. Ik weet alleen niet of ik de enige ben die dat is opgevallen dat het over koeien of asielzoekers lijkt te gaan tegenwoordig in het nieuws. En dat mensen nog steeds geen huis hebben en dat ze waarschijnlijk weer op Wilders gaan stemmen als de bel knapt van dit kabinet. Dus nee, ik heb er niet veel vertrouwen in. Eigenlijk zouden ze dingen moeten oplossen in plaats van er zo'n puinhoop van maken. Het is heel gek, maar ik zie het kabinet eigenlijk nog wel knappen voordat ze de termijn hebben uitgezeten, om eerlijk te zijn. Maar dat is mijn mening en dat is een vermoeden wat ik heb. Eigenlijk is het niet best tegenwoordig.